deel 2 van het filmpje. We moeten dit gedeelte moeten we eigenlijk gaan oplossen. Wanneer is dat 0? Nou, laten we eens met boogjes gaan vermenigvuldigen. 3 keer 3 is 9. Min 3 lambda min 6 lambda plus lambda kwadraat min 16 is 0. Nou, dat komt uit. Lambda is 6. Of, dan moet ik eens even gaan kijken. Lambda kwadraat min 9 lambda. En 9 min 16 is... Doe ik het nou goed? Min 6 lambda is dit toch? Ik zit niet op te letten. Hier min... Nee, want hier staat min 6 lambda, zo. En 9 min 16 wordt min 7, is 0, hè? Nou, de vraag is of ik die even kan ontbinden in factoren. Nou, kan ik dit... Nou, ik zie er wel wat in. Wat denken jullie van min 7 en min 1? Of plus 1? Zoiets, hè? Dus ik krijg hier lambda is 6. Of lambda min 7 keer lambda plus 1 is 0, hè? Heb ik hem ontbonden in factoren. Nou, dan heb ik eigenlijk 3 gevonden. Lambda is 6. Of lambda is 7. Of lambda is min 1. Nou, en deze dingen, dat noemen we de eigenwaarden. Eigenwaarden van die matrix A. Ja, de vraag is even, wat moeten we daarmee? Goed, nu hebben we als eigenwaarde gevonden, lambda is min 1. En die gaan we eigenlijk invullen in die matrix. Nou, die moet ik invullen in die matrix. En we hadden bedacht dat we hadden 3 min lambda, 4 en 0. Dan had ik hier 4, 3 min lambda, 0, 0, 0, 6 min lambda. Hè? Nou, als ik dat ga invullen, wat krijg ik dan? 3 min min 1 wordt 4. 4, 0. Dan heb ik hier 4, 4, 0. En 0, 0. Sorry, 7. Nou, goed. En nu? Nou, het idee... Ik had net bedacht, a keer x is lambda keer x. Dan had ik dat herschreven, zei ik van nou, wat gaan we anders maken? We zetten hier een eenheidsmatrix tussen. Dan doen we a keer x min lambda keer i keer x is dan 0. En dan doen we het nog anders, halen we die dingen buiten haakjes. Dan doen we a min lambda i keer x is 0. En dat heb ik nu eigenlijk hier opgeschreven. Dus wat kun je nu doen? Dan zeggen we die a min lambda i, dat is eigenlijk 4, 4, 0, 4, 4, 0 en 0, 0, 7, keer die vector x, en dat is eigenlijk x, i, z. En als ik dat oplos, komt eruit 0, 0, 0. Ja, want dat staat hier, kijk maar. Als ik dat doe, komt er 0 uit, de 0 vector. Nou, de vraag is even of we dit stelsel vergelijkingen kunnen oplossen. Nou, gaan we kijken. Deze rij vermenigvuldigen met die kolom. Nou, dan gaan we. 4 keer x plus 4 keer y is 0. Nou, die onderste is precies hetzelfde. Dus die hoef ik niet op te schrijven. En hier staat 7 keer z is 0. Oh, wacht eens even. Hier volgt meteen uit. Z is 0, hè? Dat kan maar op één manier. Maar hier staat eigenlijk x is min i. Zie je dat? Als ik die wegstreep, dat mag. En ik breng die i naar de andere kant, krijg ik x is min i. En welke vectoren krijg je dan? Dan krijg je eigenlijk x is... Nou, de x-vector is min i. I is gewoon zichzelf. En de z is 0. Je zou ook kunnen zeggen, ik krijg hier... Als ik de i buiten haakjes haal, min 1, 1, 0. Lees voor kip, konijn. Ik maak voor die i een alfa. He, dat is eigenlijk gewoon een getal. En dan ben ik er ook. Dit ding is nu de eigen vector van die maat.